Een auto met drie personen is over de kop geslagen in Stramprooy, zaterdagmiddag. De bestuurder was te maken voor het stuur kwiet geraakt en de auto werd via de vangrail gelanceerd. Uiteindelijk kwam de auto op een zee tot stilstand. Een van de inzittenden moest door de, de rood gehaald worden. Twee van de drie inzittenden kosten op eigen kracht uit de auto klimmen. Toch zijn alle drie de minste gewoond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Over haar letsel is verder niets bekend. De politiejongers onderzoekt nog wie het ongeval op de Frans Troekstraat en Strandprooi kost gebeuren.